Je hebt betonijs gemaakt. Het is een groot succes. Tenminste, ik zie nog geen lange rijen staan. Wat is er tot nu toe mee gebeurd met het betonijs? Ja, het wordt wel goed ontvangen. We zijn benaderd door Morsikov Beton. Die willen beton koel maken. En dachten dat misschien samen met ons te kunnen gaan doen. Dus aan het ontwikkelen gegaan. En zo maken we langzaam weer iets geks. Ja, het is echt grijs vergeleken met de mooie kleuren van de andere ijsjes. Wat zit er allemaal in? Het is lichtwitte chocolade, witte chocolade en stracciatella ijs. En dan dus moet beton ogen voelen en de structuur moet terugkomen natuurlijk. Dus als grind heb ik dan een cookie wat echt vergruist. En dat krijgt echt wel een beetje die grindsmaak of de structuur. En dan met verschillende soorten noten erin. En hoe krijg je die grijze kleur? Ja, dat is kokos, verbrand kokosvezel. Hoe lang zitten jullie hier in Almelo? Drie jaar nu. Hoe loopt het? Goed, ja, succesvol. Ik ben er heel blij mee. Nou, nu het moment, proef eens even een hapje. Ik ken het. Misschien... Beton. Heb je wel eens beton geproefd? Ja, soms neem ik een likje. Nou ben ik benieuwd.